Oost-Holland Sport nabeschouwing. Want Erik van Luttinghuizen ging na de wedstrijd in één sprint naar beneden vanaf de tribune. En hij sprak met Bart Lucassen over de wedstrijd Go Ahead tegen Helmersport. Bart Lucassen. Yes, zeker. Heel goed. Hoe voelt dat nou, zo'n shirt die bijna 100 jaar oud is? Bijna 100 jaar oud, ja. Toch vrij bijzonder, moet ik zeggen. Ja, nee, een hele andere stijl natuurlijk. Maar ik vind het wel wat hebben en volgens mij vinden heel veel mensen het wat hebben. Je krijgt er veel reacties op, ook al voor de wedstrijd. Dus dat is alleen maar mooi, zeker. Jij bent ondertussen de verlichaming, denk ik, van het arbeidsethos op het middenveld. De onverzettelijkheid. Ik zie jou iedere duel tikken moeten incasseren. Dat was vandaag iets minder, geloof ik. Ja, vandaag iets minder. Ik heb vandaag zelf wat meer uitgedeeld. Je komt niet met blauwe plekken thuis. Nee. Ik heb alleen wat last van mijn bil, want ik kreeg een knietje. Oh, ik dacht van je stuintje. Ja, daar achterop inderdaad. Ja, dat was de eerste helft. En voor de rest ben ik er vandaag aardig goed vanaf gekomen. Zeker. Je pakt je plek in de winterstop, rond de winterstop eigenlijk een beetje. Nou ja, was wel winterstop. Daarna niet meer afgegeven. Wat straal jij in vertrouwen uit? Ja, ik denk natuurlijk met de speelminuten die je krijgt rond de winter, is dat inderdaad op het middenveld. Daarvoor was dat nog op de back. Kansen gekregen op het middenveld door veel afwezige jongens. Ja, hij heeft tot dusver nog steeds goed uitgepakt. En ik denk dat ik mezelf iedere week, iedere dag probeer te blijven ontwikkelen. Ik ben er veel mee bezig. Het voetballen aan de bal, maar ook het verdedigen. Het zit in mijn geval wel aardig goed. Dus ik kan vooral nog stappen maken aan de bal. Maar ik denk zolang ik mee aan de slag mee blijf gaan, dat ik dan ook stappen kan blijven maken. En vandaar het vertrouwen, denk ik. Had je zelf denk ik nooit verwacht, hè, op het middenveld? Nee, in eerste instantie niet verwacht. Vorige jaren ook wel eens gespeeld, maar dan was het maar eens een wedstrijd 1 of 2. Puur om ook de positie op te vullen. Dus nee, in eerste instantie niet verwacht. Maar ik ben wel ik had wel verwacht dat ik zo'n soort type speler zou zijn die daar ook uit de voeten zou kunnen. In het begin wilde je, als je dan een fantastische, ergens fantastisch weer de bal had afgesnoept, wilde je zelf dan aan de bal weer dingen gaan doen. Dan ben je de laatste weken minder gaan doen en daardoor is het veel effectiever geworden. Ja, exact. Nee, daar word ik veel over gesproken. Vandaar dat Luc en ik ook een goed duo zijn op het middenveld. Ik ben ook met name aanwezig in de duels. Probeer me vooral daarop te richten. En zodra ik een bal onderschep, dan is natuurlijk de kwaliteit van Luc om daar iets goeds mee te doen. Dus die combinatie tussen ons valt denk ik nu erg goed. Ik zag je toch even juichen als een F-jongetje. Ja, juichen moet ik nog leren. Dat is prachtig, man. Ik scoor niet zoveel, dus ik denk ik kan wel heel iets geks aan doen. Maar vooral blijdschap, eerst de goal en betaalde voetbal. Neem me even mee naar die schiettent. Ja, schiettent. Ja, nee, ik zag dat de bal volgens mij van de rechterkant kwam. Achterlijn? Ja, achterlijn. Was een voorzet. En we hadden al wel een beetje op de terugtrekbal, noemen we die, getraind. Dus een lage voorzet op de 16. Dus ik heb daar positie genomen. Ik verwachtte daar de bal. En uiteindelijk kwam die een beetje via de kluts kwam die daar. Waardoor ik denk, ik schiet hem gewoon op de goal. En ik zag dat de linkerkant... Wat is er? Kijk je dan? Ja, ik zag dat de linkerkant van de goal wel vrij was. Dus ik probeerde hem schuin in die hoek te trappen. En dat pakte hij vandaag lekker uit. Dus ik ben blij mee. Ja, dat is wel een understatement, ja. Ja, zeker. Nee, mooi. Lona werken, hè? Ja, nee, zeker. Ik ben al wel een aantal weken ook dichtbij geweest. Vorige week met een goede kopbal tegen Utrecht. Ja, en die weken daarvoor even kijken. Ja, in ieder geval wel een aantal keer dichtbij geweest. Maar ook wat pech. Vandaag inderdaad de gelukkige. Maar dat is helemaal jouw doel niet, hè, dat scoren? Nee, uiteindelijk niet. Het is allemaal mooi meegenomen. Doelpunt en assist, is altijd leuk natuurlijk. Ook voor jezelf. Maar mijn kracht ligt natuurlijk vooral bij het verdedigen. En belangrijk zijn voor het team. En ik denk dat ik dat vandaag ook weer heb gedaan. Zolland Sport, nabeschouwing. Aan het einde van het seizoen ben jij dat wel. Zeker na vandaag, of niet? Ja, misschien wel. Ja. Nee, ik heb in al mijn interviews net gezegd dat ik zeker de ontwikkeling van mij, ons team, andere individuen, gewoon de club aan zich, dat is gewoon heel leuk om te zien. En daar haal je ook energie uit. En dan, nu scoor ik het 3. Volgende keer scoort Martijn Berde die 3. Weet je, voor mij maakt het niet uit echt wie het is. En het is alleen maar, dat is ook alleen maar leuk. Dat we elkaar het allemaal gunnen. En dan kan je dit soort prestaties op de mat leggen als je voor elkaar door het vuur gaat. In de winterstop sprak ik je eens, net voor de winterstop. En toen zei je, ik merk progressie bij mezelf. Hè. Meer bal over de vleugels, kom meer bij de spitsen terecht. Maar zelf scoren, dat zou nog wel een verbeterpuntje zijn. Ja, zeker. En dat komt uit in één duel.
Ja, ja nou, ik hoop vaker. Maar ik heb het gewoon ontwikkelen. Nee, ik zeg het niet goed, sorry. Rendement als aanvaller is belangrijk. Ja, ja. En daar wordt eigenlijk alleen maar naar gekeken als je gaat kijken. Statistieken zijn belangrijk. Ja, naar een spits. Het eerste wat je zegt, hoeveel goals heeft hij gemaakt? En hoeveel assist inderdaad. Ja. Dus daar wordt uiteindelijk wel op gehamerd. En dat is ook goed. Zo is voetbal. Maar af en toe kan dat wel lastig zijn. Omdat, dus je alleen daarop beoordeeld wordt. Ja, precies. Want ja, ik doe denk veel mensen tekort als je nu zegt bijvoorbeeld dat alleen ik heb gescoord. Of alleen ik goed heb gespeeld. Ja. Heel veel jongens hebben een goede wedstrijd gespeeld. Maar ja, uiteindelijk heb je toch ook een beetje scorebordjournalistiek. En dat is ook prima en leuk voor degene die gescoord heeft. Maar af en toe worden andere mensen dan misschien een beetje tekort gedaan. Al dus van Hoeven met een glimlach van oorlelletje tot oorlelletje. En neem even mee naar die drie goals. De 1-1, sorry. Ja. Luc Brouwers met de steekpaas. Jongens, ja, wat zag hij dat goed. Ik keek naar hem en ik zag het gaatje. Maar ik dacht eerst misschien dat hij hem gaat loppen. Want het gat was best wel klein. En toen, hij speelde ertussen. En ik dacht, Hendrik stond er ook nog, want die stond buiten spel. Ja, ik dacht het enige hoe ik kan scoren is of stiften. Of door de keepers benen. Ik schoot door zijn benen heen. Kon je daar nog bij nadenken? Komt dat omdat die bal er onderweg was of toen je hem al aannam? Nee, hij is dan onderweg. En dan, je ziet zeg maar de situatie die vormt zich. En dan ga je denken van, waar kan ik hem het best schieten? En keepers komen meestal zo uit. Ja. Dan ligt hij meestal tussen de benen. Dus, dan ligt hij binnen. Dat is wel een lekkere treffer, want jullie hadden het overwicht in de eerste helft. En dan met 1-0 achter. Dat vond ik wel knullig. Ja, dat was eventjes even vervelend. Daarom denk ik des te beter dat we ook vroeg terugkwamen. Dat we de 1-1 maakten. En ja, in de rust zaten we met z'n allen. En toen wisten we ook van, we kunnen hier overheen. We gaan hier gewoon van winnen als we zo door blijven spelen. En dan is het hartstikke lekker dat hij gelijk, ik weet niet hoe lang die er weer in lag. Twee minuutjes kreeg je van Botos. Ja, als je hem dan na 2 minuten erin schiet, dan, ik zal niet zeggen dat je vleugels krijgt, maar dan is de stand zo fijn dat iedereen zeg maar lekker kan gaan voetballen. Dan voel je dat het goed dan gaat lopen. En dan gaat het inderdaad lopen en dan maak je 3-1, 4-1, 5-1. Ja, en je ziet dan de vertrouwen groeien bij de jongens. Ja. Die 2-1, joeg je een beetje in het dak van de goal. Was je niet bang dat hij iets te hoog was? Ik heb helemaal niet nagedacht bij die goal. Ik zag hem gewoon komen en ik dacht, deze moet ik gewoon hard raken. Want tegen Dordrecht kreeg ik ook zo'n achtige bal. En toen was ik een beetje bang voor het veld dat het hobbelde. Ja. En toen werd hij geblokt. Toen schoot ik hem wel in tweede instantie erin. Maar ik dacht, beter gewoon met overtuiging aan. Ja. Nou, lukt ook. Ja, precies. Speel jij zelf FIFA? Ja, ik heb vanochtend nog gespeeld. je voelde hem aankomen. Ja, ik heb vanochtend nog gespeeld, ja. En toen maakte je er ook zo een, want ik heb het even over jouw derde treffer. Niet exact zo. Meestal ga ik wel wat verder door. Ga ik altijd de 16 in. Maar jij drijft heel ver door, ja? Ja, ik ga het. Ik ga altijd tot de doellijn bijna door met Pasen. Nee. Ja, mooie goal denk ik. Een beetje, je neemt het links aan en je schiet met rechts binnen. Ja, ik shuffelde hem om de rechtsback heen. Shuffelen, ja? Ja. Ja, moet je maar opzoeken. Of La Croqueta van Iniesta. Croqueta? Als je dat opzoekt, dan weet je wel wat ik bedoel. We gaan googlen. En toen sleepte ik hem naar rechts. En toen dacht ik maar één ding. Toen dacht ik, deze moet ik gewoon verder hoe krullen. In eerste instantie was ik nog bang dat de keeper misschien weg zou slaan. Ja, want hij ging er wel naartoe. Ja, hij zweefde er wel naartoe. Ja, dan zie je iets grappelen, maar... Ja, toen zag ik net bewegen en toen dacht ik van het zal wel, man. Ja, een heerlijke opluchting. Ja, zeker, ja. Tevreden? Jawel. Oh, kritische Bradley van Hoeven denkt na. Ja, jawel. Natuurlijk ben ik tevreden. Ik heb 3 goals hebben gewonnen. Goede uitslag neergezet, maar... dat is ook bij mij. Ik heb ook genoeg dingen die ik beter had kunnen doen, vind ik zelf. Maar ik ga bovenal gewoon genieten van deze prestatie. En dan volgende week kijk ik de wedstrijd even terug. En dan vind ik vast nog wat puntjes wat beter kon. Geniet er vooral even van. Ja, dat komt helemaal goed. Man of the match, Bradley van Hoeven. Dankjewel. Solland Sport, nabeschouwing. Kees van Wonderen, aan welke knop heb jij in de rust gedraaid dat het in één keer gaat lopen? Nou, eigenlijk niet zoveel knoppen. Ik heb juist gezegd dat we door moesten gaan waar we mee bezig waren in de eerste helft ook. Omdat ik vond dat we het overwicht hadden. Absoluut. En dat we ons spel ook prima uitzag in wat we af hebben gesproken. Alleen het vertaalde zich niet in een verschil in doelpunten. Maar soms heb je dat. Dan krijgen zij een halve kans en de tegenstander maakt dan 1-0.
Wat volgens mij niet helemaal terecht was. Of 0-1. Niet helemaal, nee. Nee, maar goed, dus rustig blijven. We maken wel voor rust nog de 1-1. En net na rust de 2-1. Dat is belangrijk dan, denk ik, of niet? Ja, dat is wel een belangrijk moment dat je gelijk ook het signaal geeft. En zelf ook het gevoel krijgt dat je op het goede spoor zit. En dat, toch duurde het tot de 65 minuten dat er echt het sprankelende voetbal ontpopt. Ja, nou, omdat Helmond Sport het er ook wel aardig voor elkaar heeft. Dat is niet een ploeg, vind ik, wat... die doen het naar hun mogelijkheden ook prima. Hoog druk zetten toen. Ja, maar ook samenwerken zie je dat in alle teamfuncties bij hun. Ja, dus het is niet een elftal wat je zomaar even makkelijk aan de kant zet. Dat bewijzen alle uitslagen natuurlijk ook wel, die zij maken. Maar uiteindelijk, als je dan voelt dat je afstand neemt en je komt beter in de wedstrijd, ja, dan ga je wat vrijer spelen natuurlijk. Dat is ook logisch. Ja. Dan zie je mensen als Lucas en Brouwers ook goals maken. Dat is wel lekker voor ze. Ja, dat is hartstikke leuk. Zeker ook voor Boyd. Die is natuurlijk een soldaat van het elftal. Enorm veel energie en strijd voor het elftal geeft altijd. Dus dat is leuk dat hij ook een keer beloond wordt met een mooie goal. Jubileumwedstrijden liep hier niet altijd goed af in de Adelaarshorst. Daar weet jij niks van, maar dit is wel een lekkere. Ja, dit is zeker een lekkere. Hè. Je verstevigt je hoge positie. Je breidt je doelsaldo uit. Ook de manier waarop. En dan de festiviteit rondom het 100-jarige jubileum. Dat is, ja, is ook altijd fijn dat je dat kan bekronen. Dus ik denk dat iedereen daar tevreden mee kan zijn. Ben jij ook tevreden als je terugkijkt op de wedstrijd van vandaag? Nou ja, over de uitslag wel. Over het rustig blijven, over het herstellen van een tegenslag. Daar ben ik ook tevreden over. Er zijn natuurlijk al een aantal dingen waar je weer gaat analyseren. En waar je weer probeert om de volgende keer dat nog weer wat beter gaat. Wat denk je dan aan? In de eerste helft dat ze te veel in de goal liepen en de afvallende bal niet mee konden krijgen? Bedoel je dat? Nou, het gaat met name over het herkennen van waar de ruimtes liggen. Het afwisselen tussen het positiespel tussen de linies, maar ook diepte kiezen achter de laatste lijn. Bijvoorbeeld als zij hoog aangesloten staan. Het 2-1 uitspelen met Sam Beukema en Justin Bakker, zeg maar. En dan de zijkant zoeken en dan doorspelen. En met fases ging dat ook wel eerst heel veel aardig. Zeker over links met Brett en Bas. Maar we hadden dat bijvoorbeeld eerst zelf ook nog veel meer kunnen doen over Lukili heen. Mensen lachen wel, ja. Met Eersteling. Dat zijn een aantal dingen die je benoemt. En ik vond in verdedigend opzicht ook een aantal dingen de eerste helft niet goed. Met name de rol van Giannis Botos daarin als team. En die deed dat de tweede helft ook veel beter. Die, ja. Waar hij veel meer ballen veroverde en zijn positie op het veld beter was. Dus dat zijn een aantal dingen waar je weer mee aan de slag gaat. En waar je ook respons op ziet van de ploeg, zeg maar. Dat ze dat kunnen vertalen naar dat dingen dan beter gaan. Euforie ten top en vrijdag wacht NEC. Ja, ook weer een mooie wedstrijd om naar uit te kijken. Goede ploeg ook NEC. Ja? Ja. Geduchte tegenstander die in de buurt staat ook van ons. Dus daar gaan we ons weer op voorbereiden.